Regels en rechten. Normen en waarden. Hoe zat dat ook alweer? Waarden die leiden tot normen. Waarden zijn ideeën die je belangrijk vindt, terwijl normen een soort gedragsregels zijn. Uit je waarden en normen vorm je dan weer je mening. En je mening die leg je dan weer uit met behulp van argumenten. Die normen, nogmaals, zijn dus eigenlijk een soort gedragsregels. Dus hoe gedraag ik mij in bepaalde situaties? Sommige normen zijn erg belangrijk en sommige normen zijn wel minder belangrijk. Het verschil daarin drukken we uit in geschreven en ongeschreven regels. Geschreven regels, zoals wetten en allerlei andere regels, die staan ergens genoteerd, en zoals in een wetboek. Je kunt ze dus teruglezen en ze gelden vaak voor iedereen. Ongeschreven regels is vaak weer anders. Het geeft meer aan hoe je in bepaalde situaties zou moeten gedragen. Het volgende filmpje van Sire over de maatschappij, dat ben jij, laat duidelijk zien hoe je je bijvoorbeeld volgens een norm in de tram zou moeten gedragen. In de tram. Mies zit in de tram. Daar komt oma. Mag ik daar zitten? Ik ben oud en een beetje moe. Op die verouwe grafdak, zegt Mies. Oma moet huilen. Mies is blij. Nu kan ze lekker blijven zitten. Mensenrechten. Sommige dingen vinden we eigenlijk zo belangrijk dat we hebben afgesproken zo'n beetje met de hele wereld dat we ons daaraan gaan houden. Deze universele verklaring van de rechten van de mens werd opgesteld in 1948. Maar dat vonden wij in Europa niet ver genoeg gaan. Daarom hebben we ook nog voor Europa de Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dat is opgesteld in 1950. Het geldt in heel Europa en je kunt er altijd aanspraak op maken. Wat criminaliteit betreft. Alle misdrijven die in de wet staan omschreven. Dat is de omschrijving die wij gebruiken voor criminaliteit. De belangrijkste rechten die je hebt, kun je vinden in de grondwet. In de grondwet zijn ook dingen die niet mogen. Dus de grondwet is ook een bron voor misdrijven die je zou kunnen plegen. De meeste misdrijven staan echter omschreven in het wetboek van strafrecht. Daarin kun je duidelijk vinden over van alles en nog wat, wat wel en wat niet mag en welke straf daar eventueel bij hoort. Maar criminaliteit en regels en rechten die zijn in de loop der tijd veranderd. Gaan we naar kijken in vroeger en nu. Als we kijken naar hekken, dat bestond vroeger nog niet, terwijl dat tegenwoordig strafbaar is. Topless zonnen was vroeger strafbaar, je kon daar een geldboete voor krijgen. Tegenwoordig is dat in de meeste landen geen probleem. Overspel was vroeger in Nederland strafbaar, tegenwoordig niet meer. Het homohuwelijk was vroeger verboden, tegenwoordig mogen partners van gelijke seksen met elkaar trouwen. De identificatieplicht bestond een tijd geleden nog niet. Na de aanslag op het World Trade Center is de identificatieplicht eigenlijk voor iedereen ingevoerd. Nog een verschil met vroeger en nu. En tenslotte godslastering. Vroeger was dat strafbaar. Tegenwoordig mag je veel meer zeggen en heb je veel meer vrijheid van meningsuiting dan vroeger. Het kijken naar het verschil tussen vroeger en nu noem je de veranderende invalshoek. Hier en daar. Je kunt natuurlijk ook kijken naar het verschil tussen Nederland en andere landen. Want wat in Nederland mag of niet mag, hoeft in een ander land niet altijd zo te zijn. Zo is in bijvoorbeeld Spanje abortus plegen verboden.
Is het homohuwelijk in Rusland verboden? Mag je bijvoorbeeld in Duitsland zo snel rijden als je wilt op bepaalde delen van de autoweg? En is het in Amerika bijvoorbeeld veel makkelijker om een vuurwapen te mogen bezitten? En in Nederland hebben we dan weer het bekende voorbeeld van de coffeeshops, die je hier wel hebt en in andere landen niet. Het kijken naar andere landen en Nederland, dus het vergelijken van Nederland met anderen, noem je de vergelijkende invalshoek.